Het is dinsdagmiddag, het is 4 uur. Ik ga vandaag, of wij gaan vandaag, Fief naar Schiphol brengen. Want mevrouw gaat voor 5 dagen naar Londen. Nou, we gaan afscheid nemen van Fief. René, goedenavond. Ik ben deze week de hele week, soort van de hele week, alleen thuis. Gisteren hebben wij, Rauw en ik, Fief naar het vliegveld gebracht. Want die is 4 dagen in Londen met een vriendin. Dat betekent dat ik de tijd heb en mezelf de tijd geef om heel veel tekenwerk te doen. En nou, dat heb ik de hele dag gedaan, gewoon omdat ik jou helemaal vergeten was. Gisteren heb ik natuurlijk wel gefilmd voor je, dat heb je gezien, dus ik was je niet vergeten. Maar vandaag was ik je echt vergeten. Maar ik wilde eigenlijk deze film beginnen op een andere manier. Ik wilde beginnen met een duim omhoog. Ik vind dat het wel even gezegd mag worden dat de afgelopen weken jouw DER-films echt wel verbeterd zijn. Je neemt je camera naar dingen toe, editing is grappig, vooral de vorige. Ik vond dat gewoon een goede video. Ze worden beter, ze zijn beter. En dat, naast dat er een hoop geklaagd wordt, ook even een woordje van, hou dat vast. Iets anders wat ik ook wil doen, is dit. Waar hebben al deze films overlappingen? Ze overlappen op één punt. Dat ze allemaal geregisseerd zijn door Michael Bay. En Michael Bay is niet de meest briljante regisseur die er is. Maar de beste film van Michael Bay tot nu toe vond ik The Island. Een van mijn guilty pleasures die ik echt geweldig vind is Pain and Gain. En die films doe ik niet teniet, maar dit vind ik heel goed. Ik weet niet of je hem kent, ga hem anders kijken. Dit, ik denk dat men ondertussen ontzettend gek wordt van mij, omdat ik blijf deze film maar door iedereen zijn strot duwen. Dit is een goede film. Dit is een goede film. Dit is misschien wel een van de betere oorlogsfilms van de afgelopen paar jaar. Ik weet dat ik Black Hawk Down, die zit bij mij hoog. Maar deze, die, weet niet, die levelt dat wel heel netjes, denk ik. Misschien wordt Black Hawk Down wel een beetje naar beneden geschroefd. Die is natuurlijk van meesterregisseur Ridley Scott. En dit is van Michael Bay. Dus eigenlijk mogen we het dan niet zeggen. Maar come on. Geef B ook een kans. Die maakt naast dit ook dit. En natuurlijk alle Transformers die we niet willen zien. En als er een 5 uitkomt die hij dan ook weer maakt, gaan we er allemaal naartoe. Zo. René, ik hoop dat jij die goede video's blijft maken. Ik zeg, tot volgende week.